De Centrale Bank van Suriname is goed op weg met het wederopbouwen van de monetaire reserves. Het is nog niet zoals het voorheen was, maar het beleid van de bank is erop gericht om er systematisch voor te zorgen dat deze reserves weer worden opgebouwd. Aan het woord is de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersy, met wie onze nieuwsdienst een exclusief interview had. Volgens Gersy moet dit beleid van de bank een waarborg zijn voor de gemeenschap dat Suriname weer een kredietwaardig land zal worden. En dat de buitenwereld goed naar ons kijkt. De monetaire reserves staan op dit moment op een niveau van 359 miljoen. Je moet nagaan dat toen wij het aanpassingsprogramma aanvingen, toen we met het IMF tekenden, dat wij stonden in mei op een stand van 212 miljoen. Dus nu met 359 miljoen mogen we toch wel zeggen dat we een flinke stap voorwaarts hebben gemaakt. Weliswaar is het zo dat wij van het IMF toevertrouwd hebben gekregen een bedrag van 81 miljoen voor onze reserves. Het restant, dat hebben we deels op eigen kracht kunnen opbouwen. En een ander deel is gekomen van natuurlijk ook de leningen die we hebben gehad van de instituten zoals de Wereldbank, de Caribbean Development Bank en de IDB. Waar men onvoldoende bij stilstaat is dat de centrale bank maandelijks een aantal betalingen pleegt, verplichtingen heeft die ze moet nakomen, of verplichtingen die ze namens de staat wil nakomen. Hè. Suriname heeft buitenlandse verplichtingen, leningen die gestolen zijn in het buitenland, die moet ze terugbetalen, want als je ze niet terugbetaalt, dan krijg je vraagtekens van de internationale gemeenschap en dan is men geneigd om een deur voor jou te sluiten. Gersy benadrukt dat er niet weinig gemoeid gaat met het aflossen van de buitenlandse schulden. In de periode van januari tot en met augustus is er een bedrag van 122 miljoen US dollar aan buitenlandse leningen afgelost. Naast het aflossen van de buitenlandse schulden wordt er ook gekeken naar de binnenlandse crediteuren, zegt Gersy. Wanneer ik over monetaire reserves praat, praat ik inderdaad over het buitenland. Maar ik weet wel zeker dat de overheid alle moeite doet om ook binnenlandse verplichtingen na te komen. De middelen zijn haast vaak ontoereikend, waardoor je wat achterstanden krijgt. Maar de intentie om dat goed na te komen, dus de schuldverplichtingen aan burgers, bedrijven, noem maar op, die is er. En op dit moment wordt echt in samenwerking met de banken gewerkt aan een formule om zoveel als mogelijk van die schuld aan binnenlandse bedrijven weg te werken. Mensen hebben stapels en ressources, ja, die niet uitbetaald worden. Ja, er wordt aan gewerkt en er wordt ook gewerkt aan systemen om de ressources om te zetten in waardepapieren die verhandelbaar zijn op de binnenlandse markt. Glenn Gersy, governor van de Centrale Bank van Suriname. Hij doet nog een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap om een aantal gedragingen achterwege te laten, omdat dit de druk op de valuta alleen maar verhoogt. Hij noemt als voorbeeld het opkopen of verkopen van valuta aan de zwarte markt.